Kijk, nou stapt hij al veel ontspannender. Dat hij leert dat hij dat stukje al een beetje zich wil geven. En zo kan je stap eigenlijk ontzettend veel doen. Als jij zegt, ik kan hem een beetje uitschuiven naar voren. Je moet eerst altijd zorgen, hoe krijg ik de verbinding vanuit het achterbeen over die rug naar jouw hand toe. Daar moet je naartoe kunnen werken. Schouder voor en nu en nu. En nou opvangen. Twee teugels draaien naar rechts. Kijk naar mij. En zet om. En been. En been. En been. En been. Goed zo. Al kan die nog wel kleiner.